Ik zie mijn moeder als slachtoffer, maar het kindje in mij denkt: wat heb jij gedaan om mij te beschermen? Mm. Maar dat. Daar heb ik me wel overheen gezet. Ook omdat zij een vrouw was in een relatie waar ze in mishandeld werd. En ik moet me daar ook in kunnen verplaatsen. Dat dat voor vrouwen ook heel ingewikkeld is. En dat. Ja, dat dat niet niks is van de dingen die ik heb gelezen. Dus ik heb, ben niet boos op haar of zo. Uh, maar mijn vader. Ja. Ik had eigenlijk niet verwacht, maar nadat ik alles zeg maar, heb opgeschreven, had ik wel zoiets van, ik wil jou wel vergeven. Die intentie is er wel. Want ik dacht vroeger altijd dat als je iemand vergaf, dat je dan niet meer boos of verdrietig kon zijn. Maar nu heb ik juist geleerd van dat het meer de intentie is van, oké, okay, dat je wel iemand wil vergeven. En ik ben me eigenlijk steeds meer gaan inzien, toen ik dit boek schreef, dat hij eigenlijk een soort patiënt is. Mm -hmm. Dat bedoel ik niet denigrerend, maar mm -hmm. hij heeft zeg maar bepaalde realiteitsbesef die jij en ik niet hebben. Nee. Dus en, misschien. Je hebt het nu over je vader, toch? Ja. En wat had hij zei? Je? Ik verstond het niet zo goed. Ja, gewoon bepaalde realiteitsbesef. Van ja, oké. Okay. Die... Zei... Hij is een soort cliënt. Ah, ja, okay. patiënt. Yeah, I, get it. I Patiënt, Oké, okay, dat is het <laughs> ja. woord. Okay. Ja. Ja. En dat hij eigenlijk gewoon hulp nodig heeft. En dat het eigenlijk gewoon best wel verdrietig is, want ik zag hem ook op die begrafenis huilen om mijn broertje. En dan denk ik, ja, jij hebt het dus eigenlijk ook nooit gewild. Dus. Maar ja, we hebben het nu allemaal verloren. Het is het eigenlijk zo alleen maar Heftig verlezers. dat moment. Ja, ja. Alles komt eigenlijk bij elkaar. Ja. Wat eigenlijk uit elkaar getrokken is. Ja. Op een moment wat je nooit in je leven verwacht. Maar, gaat het, ja. maar is, het, is, het, is het vergeven je al gelukt? Uh, ja, ik, uh, ja. Ik heb wel de intentie om hem te vergeven, omdat. Kijk, hij is gewoon. Kijk, hij heeft mij opgevoed. En misschien is het ook iets wat mensen nooit zullen begrijpen of zo. Dat maakt het ook wel ingewikkeld. Maar hij heeft mij opgevoed. Hij is baba geweest. Hij heeft zijn offers gemaakt voor ons. Hij heeft op zijn manier zijn best geprobeerd te doen voor ons. Maar hij denkt misschien echt dat dit... Het was wat hij was. moest doen. Ja. Dat hij ons echt moest redden of zo. Van ja. haar. Dus ik keur het wel echt af. Hè. Wat hij heeft gedaan is echt niet oké. Okay. En ik keur kindontvoering echt... Kan je niet goed praten? Nee. Maar ik kan niet door met mijn leven als ik boos blijf. Ja. Dan word ik bitter. En ik wil gewoon door met mijn leven. Dus daarom denk ik ook van boek dicht. En dan. Het verhaal geschreven. Nu gaan we terug naar de. Ja, toekomst. maar dat, dat is ja. de reden waarom ik het vraag. Is omdat ik vraag me dan af, wat voor effect heeft het op je leven nu? Ja, want. Want dat valt en staat ook bij uh, hoe ver je in het proces van vergeven bent of niet. Ik denk dat als je. Ik heb zelf meegemaakt, uh, zeg maar, dat ik haat droeg. En. Wat ik vooral merkte toen ik vergaf, is dat ik gewoon uh, een deur opende voor mezelf. En mezelf iets meer het mooie van het leven, uh, uh, zeg je dat, gunde of zo. Ik had, het, 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 alsof, alsof je wordt ik lichter. Myself, ja, alsof ik mezelf, ik dacht dat, ik, dit was mijn misconceptie. Ik dacht altijd dat ik mensen moest vergeven om hun de vergeving te geven. Ja. Maar je moet mensen eigenlijk vergeven, kwam ik achter om je zelf de vrede, de rust ja. En 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 ja te geven Mooi. zeg maar.